Ik ben verslaafd en ik ben Tom. En waarom ik dat op deze manier zeg, is omdat ik weet dat ik verslaafd geboren ben. Van boven tot beneden ben ik één brok verslaving. En hoe weet ik dat? Sommige wetenschappers beweren dat het in mijn DNA zit, hebben we net ook gehoord. Maar ik weet dat ik geboren ben in een familie waar overmatig gebruik vrij normaal is. Dus van jongs af aan ben ik in contact geweest met gebruik. Het is normaal, overal waar ik woon hier in Brabant, is het gebruik van drank heel normaal. Dus ook daardoor ben ik getriggerd, ben ik geworden wat ik nu ben, en dat is verslaafd. Ik neem jullie een klein beetje mee in mijn leven. Ik ga een klein beetje geschiedenis van mij. En zoals jullie hebben gehoord, heb ik van mijn zwakheden, als die überhaupt bestaan, heb ik mijn kracht proberen te maken. In ieder geval ben ik zo krachtig geworden dat ik hier kan staan praten en dat ik meer dan 6,5 jaar clean ben en nul heb gebruikt. Hoe ben ik daar gekomen? Ik ben geboren in een bos. Daar heb ik geleerd een beetje grote bek te hebben. Dus ik durf best veel. Ik durf jullie aan te spreken. Ik zeg ook wel waar het op staat. Dat komt wel een beetje uit het bos, uit mijn achtergrond. Ik ben geboren en ik heb twee broers en een zus. Een hele oude broer, een iets oudere zus en ook nog een oudere broer daaronder. Ik ben gewoon een verwende eikel. Thuis uit, ik was het nakomelingetje. Ik ben verwend en ook dat heeft mijn verslaving gevoed. Mijn vader heeft het best goed gedaan, werktechnisch. Dus ik was ongeveer de eerste die een Atari spelcomputer had vroeger, Pac-Man. En daar begint eigenlijk mijn verslaving, want heel veel mensen denken altijd aan middelijk gebruik en niemand die onder een brug ligt en stinkt en vies is. Overal heb ik dat ook bereikt. Geen brug, maar wel stinken en vies. Als ik een Atari spelcomputer speel, dan speel ik 8 uur. En dan ben ik daar de beste in. Ik kan niet stoppen. En als vriendjes beter waren als mij, moest ik beter zijn. En dan was ik altijd buiten mezelf, want ik deed het voor een ander. Dat ben ik, dat is mijn verslaving. Wat ik ook ben, is op het moment dat ik het beu ben, stop ik ermee, gooi ik het weg en kraak ik het af. Vind ik het ook niks meer. Dat is ook wat ik ben en dat is ook mijn verslaving. Op het moment dat ik mijn Atari spelcomputer beu was, ben ik gaan sporten. Er zit een sportmaatje van mij hier in de zaal. Wij zijn gaan surfen en ik ben gaan basketballen. En dat is een beetje mijn outfit altijd met basketballen en natuurlijk mijn schoentjes altijd, die moeten altijd goed zijn. Dat is ook mijn verslaving. Ik hou me druk om de dingen die buiten mij zijn. Ik ben bezig met hoe mooi ik op het veld sta, hoe mooi ik het doe. Ik ben wel echt wel gedreven in sport, maar ik doe altijd het stukje erbij wat een ander niet doet. Want die wil gewoon beter worden in zijn ding wat hij doet. En dat doe ik weer net niet. Dat is mijn verslaving. Toen ik op het beste niveau op basketbalniveau heb bereikt, ben ik naar een sportopleiding gegaan. En dan ben ik ongeveer een jaar of 17, 18. En toen ik 16 was en ik hier op de middelbare school zat en veel sportte en eigenlijk wel toch wel een fijn leven had, ben ik in aanraking gekomen met drank. Het allereerste drankje wat ik oppakte was meteen raak. Ik dacht, wauw, dit is het. Toen had ik voor de eerste keer dat ik mezelf kon zijn, kon ik ook lachen, kon ik met de meisjes omgaan, kon ik buiten mijn populaire comfortzone kon ik uitstappen. Maar wat ik ook deed, was bij de eerste zijn, was ik ook meteen dronken. Want ik kan niet eentje drinken. Want ook daar wil ik de beste in zijn. Ik wil er alles de beste zijn. En op een gegeven moment was ik daar zo goed in, dat als ik geen altijd dronken was. Maar ik sportte dus, in de eerste instantie was dat in het weekend. Ik ben naar de sportopleiding gegaan. Sportief. Ik heb, of het een geluk is, weet ik niet, maar ik ben motorisch ben ik goed aangelegd. Ik kan best veel. En op het schild was het sportief, was het makkelijk. Theoretisch ben ik niet onnodig. Ik moest ervoor werken, maar niet veel. En kon ik ook dus daar wel mee wegkomen. Maar intern op school, opleiding volgen, moet je betalen, dat moet je bekostigen. Dus ik ga een studentenbaantje zoeken. En onbewust, en achteraf toch wel ergens bewust, in de horeca gaan werken. De horeca in mijn tijd, ik ben ondertussen bijna 50, in mijn tijd was het ook heel standaard dat je af en toe met een klant meedronk.
Misschien kozen ze ook wel de goede horecagelegenheden waar dat mocht. Zou zomaar kunnen. In mijn tijd was het ook heel normaal dat je afsluitte en even nog een uur ging zitten aan de bar. En eigenlijk ging dat altijd los. Dus dat was ik een beetje in mijn jeugd. Maar die horeca die begon zo goed. Want elke keer als ik in de horeca was, dan kon ik drinken en dan kon ik doen en dan kon ik nachten lang maken. En eigenlijk als je ziet wat ik vertel, dan is het bij mij nooit een rem geweest. Van jongs af aan, totdat ik die horeca raakte, en toen hoefde ik geen rem meer te hebben. Want dan sta je op en dan zie je wel waar het eindigt. En dat is prachtig. Voor mij in ieder geval in die tijd. Hele mooie tijd, absoluut. Maar natuurlijk killing voor mij. Uiteindelijk ben ik in Uden gaan werken, ben ik bedrijfsleider geworden in café in Uden, populaire jongen uit Wezenhalen. En eigenlijk ben ik die arrogante kwal geworden waar ze mij vroeger een beetje geleerd hebben. Verwend een nest, alles kunnen, noem maar op. Dat ben ik. Dat is mijn verslaving. Op een gegeven moment, na 9 jaar werken in de horeca, een stukje zwaarder geworden, niet meer sporten. Eigenlijk mijn grootste passie. Want windsurfen en basketbal is nog steeds, dat is echt mijn DNA geworden. Dat is ik, dat ben ik. Dat was helemaal kwijt. Ik wist het niet meer. Ik was aan mijn bodem, dacht ik. En ik ben van de ene dag tot de andere dag ben ik gestopt in de horeca en ben ergens anders gaan werken. En dat ben ik, want ik stop, ik gooi het weg en ik geef erop af. Maar ja, als ik eenmaal aan een middel zit wat ik overmatig gebruik, kan ik niet zomaar stoppen. Ik dacht dat wel te kunnen, alleen. Ik ben toen een half jaar gestopt. Ik ben van alles gaan doen. Ik heb gewerkt, ik heb allemaal baantjes gedaan en ik weet het allemaal niet meer. En ik was beu. En ik ben maar weer gaan drinken. Want dat was de oplossing. Ik had iets gevonden waar voor mij de oplossing was en dat was hem absoluut niet geworden. Toen ik op een gegeven moment weer aan het trainen ging, ben ik weer in de horeca gegaan, ging weer fout en toen ben ik maar weer sportinstructeur geworden. Ik heb met 2 maanden getraind, ik kan dat wel. Want dat kan ik ook echt. En wat ik nu ook allemaal aangeef, is mijn verslaving. Ik kan dat. Ik verloor in 2 maanden tijd 20 kilo. Ik liep een halve marathon net zo makkelijk als iedereen die goed traint. En ik kon dat. Waarom? Ik kan een knop omzetten, ik kan ervoor gaan en dan ben ik er. Binnen een jaar was ik een bedrijfsleider van een fitnesscentrum. Met 25 man personeel onder mij. Want dat kan ik. En dit is niet mijn arrogantie, maar dat kan ik omdat ik een knop heb waar ik om kan zetten. En dat is mijn verslaving. Het leven is gevaarlijk. Op het moment dat ik weer zeg maar bereik wat ik bereik, ik ben manager, ik heb het voor elkaar, ik heb 25 man personeel. Wat denkt Tom bij zichzelf? Ik ga netwerken. En netwerken zitten borrels bij en. Ik ga weer onderuit. Ik ga weer onderuit, het gaat weer mis, het gaat weer helemaal totaal fout. En ja. Toen had ik het gevonden, ik begin mijn eigen bedrijf. Ik heb de intelligentie om te starten, ik heb de dingetjes om te doen. En dat ben ik gaan doen. Ben ik met iemand in zee gegaan, stevige gebruiker. De enige die verslaafd is, ben ik, zeg ik altijd. Een ander die misschien hetzelfde vertoont, die mag het van zichzelf zeggen. Dan is hij het ook. Zodra iemand het zelf niet constateert, is hij het niet. Dat is voor mij een wijze les. Waarom? Omdat ik daar begon te leren niet met de oordelen over anderen. Toen ik wist dat ik verslaafd was en ik niet meer hoefde het oordelen over een ander of die misschien hetzelfde gedrag had, kon ik al een stukje dichter bij mij zijn en aan mezelf werken. Op het moment dat ik met die jongen ga werken, hadden wij heel snel een goedlopend bedrijf. Landelijke dekking en allemaal bla 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 bla. En ja, er was er niet genoeg. Ik moest weer iedere dag hem gebruiken, want dat is aan de bar, dat doe je de beste deal sluit, allemaal van die onzin, maar dan ben ik als verslaafde. In die tijd heb ik een vriendin gekregen, mijn vrouw nu. Ze moet gek zijn, want ze, ja, hoezo blijf je bij mij? Maar op een of andere manier gaf hij mij vertrouwen. Op een of andere manier was er één iemand die mij vertrouwen gaf. En op een of andere manier bleef ze bij mij. Hoe bizar, hoe mooi. Nadat het bedrijf eigenlijk toch wel was geklapt, niet het bedrijf, maar ik met mijn maat. En ik weg ben gegaan. Ben ik gaan vluchten in alles. Ben sportlessen gegeven. Ben gaan werken in Noorwegen. Ik ben gaan vluchten. Ik ben vergeurd. Ik ben gaan vluchten. En nogmaals gaan vluchten. Totdat ik op 26 april 2012 bij mijn vriendin, nogmaals nu mijn vrouw aan bed stond. En
Ik wist het niet meer. Ik had nog 25 euro op zak. Ik was helemaal naar de klote. Ik was 106 kilo. Ik had lang haar en ik had een dikke baard. En ik zeg tegen iedereen, ik stonk aan alle kanten. En dat deed ik ook. Wij zijn samen gaan bellen. Zij op de werk. Ik er van thuis uit. Ben de bos in gegaan. Sixpack gekocht. Ben gaan bellen. Het is de eerste keer dat ik het voor mezelf iets deed. De eerste keer dat ik voor mezelf opkwam. De eerste keer dat ik dacht, ik kan het niet meer, ik moet veranderen en ik kan het niet alleen. Ik moest hulp hebben. Toen ik die hulp ging vragen, mijn vrouw die was te werk. Ik heb gelukkig een redelijk technische vrouw, die denkt van A naar B. Dus eventjes geen emoties. We moeten een oplossing zoeken. Nou, dat is toch wel fijn als je zo iemand thuis hebt zitten. En even de emoties uit kunnen schakelen. Het is knoppend hard, maar super fijn. Zij en wij s'avonds kwamen bij elkaar, we hadden dezelfde kliniek bereikt. Dus voor mij moest dat zo zijn. Toen ik erachter kwam dat het voor mij zo moest zijn, heb ik ook ontdekt dat er wel misschien wel iets meer is. Energie tussen mensen, een soort van pad. Whatever. Ik weet het niet. Maar er is iets meer. Ik heb 8 weken in de kliniek gezeten en heb ik iets geleerd. Heb ik eerst mijn machteloosheid ten opzichte van mijn verslaving geleerd, maar ook het machteloosheid ten opzichte van het leven. Want het wordt op een of andere manier gestuurd van mij. Alleen ik mag openheid, eerlijkheid en bereidwilligheid tonen. Openheid in mijn geest, eerlijkheid naar de mensen die ik lief heb. Ik hoef niet tegen iedereen alles te vertellen. Het is nou wel wereldwijd waarschijnlijk. En bereidwilligheid. In die bereidwilligheid zit voor mij heel duidelijk dat ik bereidwillig ben om aan mezelf te werken. Aan mijzelf, aan mijn verslaving, en die is al heel ver weg. Maar mijn gedrag zit er nog steeds. In die manier word ik een tweede ding. En bij ons is het 12-stappenprogramma. Ik leer in stap 2. Welke vraag zou ik kunnen stellen aan iemand? En ben ik daar bereid toe? En het derde is, stel die vraag. Dus ik ben maar eens vragen stellen. Hé, hoe ben je er vanaf gebleven? Not today. Vandaag hoef je niet te gebruiken. Oh wauw, 1 dag maar. Ja precies, kun je morgen weer zien. Toen ik zeg maar uit de kliniek kwam en een proces liep, jaren relaxed gedaan, veel aan mezelf gewerkt, wel knoepend aan mezelf gewerkt, ben ik achter gekomen dat er heel veel hulp is en er wordt altijd gepraat, heb ik ook gedaan. In die hulp hebben ze mij nooit meer in beweging gekregen. Mijn hoofd kwam pas in beweging. Dan kwam ik na mijn opname achter toen ik weer ging sporten. En sporten was voor mij in eerste instantie wandelen. Ik moest in beweging komen. Toen ik in beweging kwam, begon mijn hersen te bewegen. Begon mijn lichaam te bewegen, begon mijn hersen te bewegen. Begon mijn lijf weer enigszins. Konden mensen erin naar kijken, was het om aan te zien. En nogmaals, of heb ik nog niet gezegd, maar ik zeg het nu. Het gaat niet om het perfecte lichaam van mij. Het gaat erom dat ik groei naar wie ik ben. En zo ben ik in aanraking gekomen met een aantal gemeentes, met bedrijven, met mensen die de hulpvraag stelden aan mij. Hoe doe jij het? Want mijn zoon, mijn kind, mijn man, ikzelf, hoe doe jij het? Ik zeg, zullen we eerst gaan wandelen? Zullen we eerst gaan bewegen? En zo heb ik een beweegprogramma gemaakt op die 12 stappen. Mensen die met een probleem zitten, willen ook niet altijd zeggen dat ze meteen direct verslaafd zijn, net als ik. Want ik ben het. Maar mensen kunnen ook gewoon slechte periodes hebben en dan grijpen naar iets. En als dat te lang duurt, dat het dan helemaal uit de hand loopt. Weet ik veel. Ik ben God niet, ik weet het niet. Maar wat ik wel kan brengen, is als je weet waar je machteloos ten opzichte van staat, de stap 1. Bij de tweede stap kun je misschien een vraag gaan stellen. In ieder geval over na gaan denken. En derde is het allermoeilijkste. Die vraag stellen. Want dan moet je een klein beetje je zwakte laten zien. Dus ik heb heel vaak mijn zwakte laten zien en dat doe ik nog. Als ik het niet weet, vraag ik het. En toen ik op een gegeven moment vraag, kreeg ik antwoorden. En dat is fucking kloten. Waarom? Want als die antwoorden, die wist ik al, ik wil het alleen niet uitvoeren. Want dat ben ik. Hoezo kan jij dat mij vertellen? Kan ik eigenlijk naar stap 1. Machteloos in mijn kop. Ik ben machteloos ten opzichte van jullie antwoord en dat wil ik niet hebben. Maar ja, heb ik stap 5. Spreek het uit en dan zakt het en dan voer ik het maar uit. Zo heb je nog een hele riedel stappen.
Maar dat is niet voor mij het belangrijkste om alles door te nemen. Voor mij is het belangrijkste dat ik me open voor het gesprek met de ander als ik met een probleem zit. En weet je wat het allermooiste is? Ik heb gisteren iemand gesproken, die is naar een kliniek geweest. Zij heeft verkering met een vriend van mij, een oude vriend van mij. Die zijn weer samengekomen en ik zeg tegen haar, jij geeft mij een stel met jouw vriend. Ik zeg, kijk, hoezo mijn vriend, ik doe dat toch? Hij geeft vertrouwen aan jou. Ik snap mijn vrouw niet, maar ik zie het bij een ander gebeuren. Dus ja, jij geeft het mij terug. Dus daarom ben ik zo dankbaar. Daar ben ik blij om dat mensen om mij heen dat ook doen. Dus ik geef jullie mee in openheid, eerlijkheid en bereidwilligheid. Met een aantal stappen die je in je leven kunt zetten. En in openheid, eerlijkheid en bereidwilligheid aan te werken. Sta je misschien over een jaar hier ook. Wie weet. Dit is ooit mijn ultieme droom geweest. En het is vandaag tot werkelijkheid geworden. Dank jullie wel.